ga je niet opgenomen. Zezo. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe challenge. Ik ben Zezo. Ik ben René. En ik ben Elena. En we gaan vandaag de taper challenge doen. Zo geen zin in. Ja, heb je er zin in? Ik ruik het al. Ja, hij ruikt sterk hè? Ja. Dat is denk ik de Madame Jeannette die je ruikt. Nou, we hebben dus... Maar versterkt dit elkaar niet ook nog als je het achter elkaar doet? Nee. Dan komt het straks echt uit mijn oren. Oh my god. Okay. Nou ja, het versterkt elkaar niet echt. Want we beginnen bij de mildste en we eindigen bij de sterkste. Ja. Dus die overheerst sowieso. Als je het andersom doet, heb je van de rest geen last meer. Precies. Heel je smaakpupillen zijn gewoon helemaal platgelegd. Exact. We gaan dus voor de complete peper kamikaze. We hebben, nou, je hebt al wat melk klaar staan zie ik, want dat verzacht de pikant ja, geen gevoel. Echte melk helaas. Als je er niet meer tegen kunt, weet ik niet of dat hetzelfde is, of dat ook werkt. Ja. En we hebben suiker staan, dus schroom niet, pak een lepeltje suiker als je het niet meer aan kunt. We hebben vandaag Madame Jeannette, dat is de pittigste, daar heb ik een soepje van gemaakt. We hebben de rabietspeper, die is ook vrij pittig. Maar een gradatie minder dan Madame Jeannette. En we hebben een gewone rode peper. Die is vrij mild, bijna zoet te noemen. Dus die moeten we zo meteen gewoon op de... Nee, als eerste wil ik de wasabi doen. Want de wasabi is voedseltechnisch gezien geen peper. Want het wordt gemaakt van chori, iets Japans. En het is geen peper. Dus dat is wel heel pittig. En je krijgt echt zo'n wauw gevoel. Maar dat gaat ook wel weer snel weg. Maar die wasabi, dat was toch ook een bepaald smaakpupil, een apart smaakpupil die nog niet kennen, zeg maar. Ja, dat is die unami. Ja, unami. Dit is net zoiets als een hete vlieg of zo, toch? Ik weet niet meer jij weer zin in hebt, maar dat is een Spaanse vlieg die je hebt nog. En dan is het een pilletje. Maakt niet uit. Dat is een schatje. Ja. Een hete vlieg? Nee, dat weet ik niet. Hij is wel heet en als je er een vlieg op zet, dan is het een wasabi met een vlieg die heet is. Genoeg over de hete vlieg. Laten we beginnen. Ik denk dat we het beste kunnen aftellen. Hey, bij mij zit er iets meer op. Hij heeft bij zijn eigen minder, ja, zie je dat? Nee joh, dit is de meeste hoor, ik weet niet. Nou, ik ga hem sowieso niet helemaal opnemen. Jawel. Je moet in je mond en dan eruit en dan gewoon... Ja, maar je zei van, ik hoef toch ook niet die helemaal in mijn mond te doen en een kopje helemaal niet. Nee, dat kopje niet. Maar deze moet je wel gewoon kunnen hebben. Take it like a woman. Okay. Woman. Kom op. Ben je klaar voor? Ben je klaar voor? Here we go. Nou, want jij vindt wasabi gewoon lekker. Oké, kom op. Ja, maar ook niet in een halve leven hoor. 2, 3. Eerst was het lekker zoet. Zo, en daarna. Ah! Ik heb mijn bol geslikt. Oh, mijn lip. Ik slik hem nu van zo. Oh, mijn lip. Dit gaat rond mijn lip. Ah, maar eerst op je lippen. Ja. Je staat in de vis en toen kwam er ineens een... Alsof mijn oude neusharen gewoon. Maar het is nou wel gelijk open. Ja. Zo, maar echt alsof al mijn neusharen in één keer wel gebrand gewoon. Je hebt ook gelijk van die witte transparante paardjes op je neus staan. Ja, en dat was de minste. Goed. Nummer, de gewone Spaanse peper. En die moet ook helemaal in ons mond. Ja. Hij ruikt een beetje naar paprika. Maar dat is niet. Maar dit is het niet. Hij is een beetje zoet ruikt hij eigenlijk, hè? Deze doen. Nou. Lijkt het een beetje op een kaboutermuts. Een kaboutercondoopje. Oké. We tellen wederom allemaal tegelijk af, net zoals net. 1. Nee, af. 3, 2, 1. Lekker. Nou, wel spicy. Een beetje prikkeltje op je wel. Goed gedaan. Maar goed, je doet het toch? Nog wel. Hij wordt niet warmer. Hij wordt ineens heen. Ja. Maar goed te doen. Het is wel goed te doen. Deze is wel lekker. Deze is te handelen, hè? Deze is wel 10 euro. Op naar nummer 3. De Rabid peper. Een stukje bladerdeeg. Lekker wat groente, heerlijk. Geniet jongens. Een beetje eiland en taugé. Geroosterde paprika. Een snijboontje. En een rabid. Oh, ik dacht er ook. Nee, dit hoekje is met peper. Ja. Oké. Laten we het maar doen. Oké. Here we go. 3. 2. 1. Wait for it. Mooi. Kunnen we het doen? Maar dat wordt wel steeds beter, hè? Ja, voor mij komt het nu binnen. Ik voel hem wel binnen, maar niet dat ik denk ik smaak het. Ik vond tot nu toe die wasabi nog het heftigste shot, zeg maar. Bij mij tint het nu wel hoor, al een likje. Maar neem hier eens een likje van. Nee, goed te doen? Ja. Oké, mooi, mooi. Maar jullie gaan gelijk door. Ik kan wel laat. Misschien moet ik het zo eten. Nu voel ik het. Ja, ik kan het binnen, ja. Oeh. Kijk, hij is er. Dat ze dan verkeerde dingen heeft genomen en net een hapje nam van nog meer peper. Ja, even blussen. Wat een maar die... Mag jij een slok van drinken? Ja, maar dat maakt het erger. Je kan beter een beetje... Wat helemaal menselijk van. Nou, gelukkig kan ik reanimeren, dus dat komt helemaal goed. Gaat het nog? Zijn het ook niet vaak de pitjes? Ja, de pitjes zijn inderdaad pikant. Helpt dat? Oké. Ja, we gaan door met de allerlaatste. Ik heb gemaakt voor jullie een heerlijke pompoensoep met een beetje paprika, puntpaprika, uitje, knoflookje. Een beetje wortel, dan maak ik het ook nog wat zoeter met de pompoen. En een Madame Jeannette. Nou, Madame Jeannette staat erom bekend. Die geeft gewoon bijna licht in het donker. Nee. Dat is geen lieve madame. Tre. Laten we proosten jongens. Doe het. Uno. Here we go. Zo. In eerste instantie is hij wel... Hoe komt het dat het later binnenkomt? Ik weet het niet. Dat zit zo, maar je neemt nog een hand, dat klopt. Nee? Ja, ik vind het lekker. Ja, maar ik vind het wel lekker. Oh, deze blijft al lang hangen. Ja, je neemt het toch wel in beslag. Zullen we een hapje nemen? Nee, dat doe ik echt niet hoor. En toen ging het helemaal fout. Hij heeft niet opgenomen. Wat zeg jou? Helemaal niks. Helemaal niks. Wel. Nee, hij stond uit. Alles voor niks. Nee, dat meen je niet. Nee, ja, echt. Dit vind ik dus grappig. We hebben de paper challenge gedaan. Oh nee toch. Alles voor niks. Oh, dat ben je niet. Ondertussen gaat ze er helemaal uit. Fuck. Is het zo erg? Maar dan moet je toch juist geen water pakken, hè? Dat weet ik, maar... Kom dan! Een melk? Havermout? Suiker? Water die doet het volgens mij nog erger maken. Het zag er misschien een beetje onsmakelijk uit. Gezondheid. Ik weet niet tot de VD heeft opgenomen, want we kwamen erachter dat hij dus uit was gegaan. Ik heb op het einde nog een stukje van de Madame Jeannette gehapt. En daar heb ik nu een beetje spijt van. Dus voor je dit doet op de challenge. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en op het belletje te drukken. En dan zien we jou bij de volgende vlog. Ciao! Ciao! Ja, lekker tong zoenen. Nee, rot op!